Olé, 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 la bouche in your life. En ondertussen, ja, zitten we weer aan de praattafel, hè? Ja, inderdaad, aan de andere kant van 10 uur. Oh, ja, inderdaad, aan de andere kant van 10 uur zitten we inderdaad terug voor het tweede deel van At The Studio. En we beginnen met een dame in ons gezelschap. Ze is burgemeester van onze stad Tielt. Bij mij zit Els de Lammelaar. Els, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Els, laten we beginnen met meteen met de deur in huis te vallen. We staan op een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijk jij terug op de afgelopen 6 jaar van de legislatuur hier in Tielt? Best wel tevreden. Het is nu en dan wel moeilijk geweest bij ons en in de groep, maar al bij al vind ik toch dat we het goed gedaan hebben. Mm-hmm. En dat betekent ook dat de voorbereidingen al volop aan de gang zijn voor de komende verkiezingen? Ja, absoluut. De voorbereidingen voor de komende verkiezingen starten eigenlijk de dag na de vorige verkiezingen. Ja, eigenlijk wel. Als je nu nog moet beginnen, is het wel heel erg laat. maar goed, ja, je moet werken een heel jaar lang. Mm-hmm. 6 jaar lang voor Tielt, voor het algemeen belang. En ik denk dat wij dat toch wel gedaan hebben en getoond hebben dat we het kunnen. Vandaar dat we graag nog even zouden verder doen. Er zijn wel wat bewegingen geweest natuurlijk in Tielt. Het is een bewogen legislatuur geweest, mag ik het zo zeggen? Absoluut, dat is het minste wat je kan zeggen. Ja. Ja, we hebben de problematiek gehad van plots mensen die niet meer naar de gemeenteraad kwamen. Mm-hmm. Dan met de schepen enkele problemen en een switch in het OCMW. Het was zo, ja, van alles dat je overkomt waar je niet echt zelf iets kan aan doen. Je wordt ermee geconfronteerd en je moet proberen om toch verder te besturen en er het beste van te maken. Maar dat geeft zijn weerslag, dat is zo. Ja. Maar ik denk al bij al, als de turbulentie voorbij was, dat het, als de storm is gaan liggen, dat het weer goed gekomen is en wij het toch wel verder gedaan hebben. Ja. Jullie gaan ook als sterke tandem samen met jouw collega naar de verkiezingen toe. Heeft dat wel een bepaalde reden? Wij hebben dat 6 jaar geleden beslist om te doen. We hebben gezien dat dat goed werkt. Veerle en ik hebben eigenlijk onmiddellijk gezegd van wij gaan ervoor. Alles wat er ook gebeurt, wij zijn verkozen om te werken voor Tielt, voor het algemeen belang. Ik denk dat wij een voorbeeld zijn van standvastigheid en stabiliteit en ook te doen wat dat we zeggen en zeggen wat we doen. En we hebben dat bewezen en we willen dat graag verder doen met een grote groep enthousiastelingen bij ons. Ja. Zijn er zaken, Els, die jou zijn bijgebleven de afgelopen 6 jaar, waarvan je zegt van dat is nu iets wat ik, wat ik aangenaam vond? Goh, er zijn veel zaken hoor. Ja. Zelfs hele kleine dingen. Het voordeel van lokale politiek is dat je heel dicht bij de mensen staat. Dat je ook zeer snel op de bal kunt spelen. Dat gaat van dingen in de straat. Dat gaat van mensen met heel persoonlijke problemen die je kan helpen. De tevredenheid is ook, hoe moet ik het zeggen, als je iets kan doen voor de mensen, de dankbaarheid is zo aangenaam. Ja. Anderzijds zijn er ook heel erge dingen gebeurd. Ik denk maar aan dodelijke ongevallen en zo. Dat zijn toch dingen die bijblijven en aan de ribben blijven hangen. Ja. Die wel inderdaad binnenkomen, zal ik maar zeggen, uiteindelijk. Hè. Ja, dat zijn ook dingen waarmee je geconfronteerd wordt, plots. Waar je ter plaatse geroepen wordt. Het leed van de mensen, dat vergeet je niet. Nee. Dat is ook een andere kant van het burgemeester zijn. Ja. Het zijn niet allemaal leuke dingen. Nee, absoluut niet. De toekomst, Els, wat zijn de uitdagingen voor Tielt de komende 6 jaar, denk je? Ik denk vooral de financiën gezond houden. Mm-hmm. Dat is toch wel heel belangrijk, want anders raak je hier niet. En dan kijken hoe dat we toch Tielt op die kaart kunnen blijven zetten. Want we zijn bezig met een inbreidingsproject midden in ons centrum, de colleges zitten. Mm-hmm. Helaas moeten wij vaststellen dat zowel CD&V als SPA eigenlijk daar niet meer in mee willen. Wij betreuren dat ten zeerste, maar het is echt wel een project dat wij nodig hebben om Tielt te kunnen blijven het elan geven dat het verdient. Onze winkelstraat is niet meer wat ze geweest is. Mm. Zij heeft die collegesite ook nodig om te groeien en te bloeien. Ja. Dat is een van de heel grote uitdagingen. En in Tielt, uiteraard ook de mobiliteit. Ik denk dat dat overal zo is. De auto's worden met meer en meer mensen op eenzelfde oppervlakte eigenlijk, die allemaal een auto hebben. Vroeger was het 1 auto per gezin, nu zijn het er soms al 3. Ja. Maar die straten worden niet ruimer, dus ook dat is een hekelprobleem. Ik zag ook deze week in de pers passeren. Jullie zijn een van de gemeenten die meegaan in het klimaat, zeg maar. Ja. En daar wordt ook wel veel over gepraat. Het is ook belangrijk, denk ik dan maar. Hè? Het is ook belangrijk, uiteraard, om het leefbaar te houden voor iedereen. Ja. Wij hebben ons ingeschreven op Klimaat 2020, waarbij we dus zelf dingen doen als overheid voor het klimaat, maar ook ons burgers aanzetten om dingen te doen. Dat kan gaan van kleine dingen, zoals verplaatsingen doen met de fiets. Maar dan kom je terug
op het eerste probleem, dan moet je infrastructuur uiteraard wel aangepast zijn. Ja. Maar je kan niet iedereen mobiliseren om de fiets te nemen als er nog vrachtwagens en landbouwvoertuigen en auto's allemaal door dezelfde straat gaan en geparkeerd en geen fietspad. Ja, dat lukt niet, die combinatie. Ja. Dus iedereen op de fiets, ja graag, maar met aangepaste infrastructuur. Ja. Ook de zonnepanelen. Wij hebben op onze gebouwen zelf zonnepanelen. Ik heb nu gezien, in Wingenen is een fietsstraat ingehuldigd, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dat is ook een idee waar wij mee spelen, waar eigenlijk de fietser dan koning is en de auto moet er achterblijven. Dat is een mooi principe, maar dat vergt uiteraard een mentaliteitswijziging. Mm-hmm. En dat is soms een beetje moeilijk. Inderdaad. Ja, we komen inderdaad bij de factor. Ja, burgers zijn ook een stuk mondiger geworden dan vroeger. Dat is ook een feit. Je hebt de sociale media waar nogal eens wat kritiek kan gespuit worden. Hoe ga je daarmee om als burgemeester? Ik denk dat elke opmerking moet je te harte nemen. En ik ga daar ook mee om. Allee, ik bekijk dat. Ik antwoord wanneer ik het nodig vind. Mm-hmm. Maar als er een polemiek ontstaat en ze blijven onbeleefd kritiek spuien, dan zeg ik het ook en dan stopt het. Ja, ja. Je moet niet heen en weer gaan communiceren op internet. Ik ga heel snel zelf persoonlijk contact opnemen. Mm-hmm. Ook bij de mensen langs gaan als ik voel dat het echt wel een dringend probleem is. Maar heel meegaan in de polemiek die ik soms zie ontstaan onder een simpel bericht, dat doe ik niet. Ik zal één keer of twee keer reageren, maar dat stopt het. Ik vind, er zijn andere media voor. Er zijn ook mensen die dat een beetje misbruiken, vind ik, die je anders niet hoort en die hun hals spuwen. Ik heb het zo al eens gehad dat iemand ook heel fel was op Facebook en dat ik er dan naartoe geweest ben en dat was zo van, oh ja, maar ja, het was eigenlijk zo niet bedoeld. Maar je moet wel opletten wat je zegt op Facebook, vind ik. Het is een algemene deontologie die iedereen toch zou moeten onderschrijven. Men onderschat soms dat iedereen kan meelezen op Facebook natuurlijk. Ja, Els, dan zijn er de voorbereidingen natuurlijk. We hebben het er al over gehad. Hoe ga jij nog de komende maanden beleven? Het worden drukke maanden, veronderstel ik. Het wordt een drukke zomer. Het worden heel drukke maanden. Iedereen zal op stap gaan, denk ik. Ja. Daarnaast moeten we uiteraard nog verder de stad blijven besturen. Ook al, Maar wij zetten in op zeer veel persoonlijk contact, gaan veel op stap gaan, huisbezoeken doen en uiteraard ook op sociale media. Ik denk dat een nieuw feit is dat we de vorige verkiezingen niet zo heel erg hadden, maar waar nu volop op ingezet wordt, dat zie je al bij de andere partijen ook, denk ik. Ja. Je mag daar niet ontbreken nu. Dus heel graag nog eens 6 jaar burgemeester straks. Absoluut, als we het vertrouwen krijgen van de kiezer, heel graag. Oké, dan wil ik afronden met een vraagje die ons allemaal bezighoudt. Ja, je ziet het hier ook, de Rode Duivelsgekte is ook hier toegeslagen, ook in Tielt, want jullie doen ook een inspanning op het Alexianenplein om het WK-dorp daar te promoten, zeg maar. Wat denk je, Els? Ben je zelf voetballiefhebster? Ik volg het van op de zijlijn. Ik vind de sfeer wel heel leuk van de Rode Duivels en alles wat er rondhangt. Ja. Maar ik hoop dat ze zo ver mogelijk komen. Ja, ja. En dat we een mooie wedstrijd ook kunnen zien tijdens de Tieltse feesten. Ja. En hopelijk dat ze dan ook winnen. Want de vorige keer hadden ze verloren of tijdens de Tieltse feesten. En dan is de sfeer toch wel een beetje minder dan dat ze een overwinning binnenhalen. Het is ook trouwens een jubileumeditie van de Europafeesten dit jaar, hè? Ja, het is het 60ste editie. Ja. Met een beetje retro-stijl. We hebben de affiche van 60 jaar geleden een beetje herwerkt. Heel weinig eigenlijk. De details een beetje verfijnd. Maar het is heel mooi geworden, vind ik zelf. We hebben ook de Halletoren en de straten opnieuw bevlacht. Ja. Dat wat vroeger altijd gebeurde. En we nodigen ook alle inwoners die het 60 jaar worden dit jaar uit naar de academische zitting en de receptie. Ja, dus ook dat komt er nog eens bij. In die voorbereidingen, of tussen de voorbereidingen. Enfin, het wordt dus, het wordt druk. Je zal niet veel thuis meer zijn, vrees ik dan. Nee, maar dat is nu ook al zo. Dat maakt niet veel verschil dus. Nee. Goed, zeg Els, mag ik je heel hartelijk danken om eventjes te willen langskomen middels jouw drukke agenda. En je uiteraard heel veel succes wensen. Dank je wel. Graag gedaan. Dag.